Een paar jaar geleden mijn eerste tatoeage gezet. Eigenlijk al tien jaar geleden of zo. En toen dacht ik, het is er één en dan is het klaar. Maar stories is hetzelfde als. Nou, kan je van mij iedereen vragen die een tatoeage zet, daar komt er altijd nog één. En dat is dit ook. Het is echt, ik stapte het podium af. En het was dat ik dacht, oh, nu is het klaar. Het was echt even zo'n. Een... Dus het is verslavend leuk. Echt verslavend leuk. En um, um, ik ga je wel even een veer in je kont stoppen. Want je bent, uh, uh, je bent echt een boei. Een reddingsboei, maar ook een anker en een kompas. En je hebt humor en raakt het alsjeblieft nooit kwijt. Want jij en Ivan in dit hele proces zijn echt uh, zo <tosses> grappig en inspirerend en een kick in de ass op het goede moment. <tosses> en. Um, en wat jij gewoon heel goed doet, en wat, wat ik um, toen ik op het podium stond me niet realiseerde, maar daarna wel, is dat het eigen is. Dat jij hier een sfeer creëert um, waar we allemaal onszelf mogen zijn. En dat is echt een cadeautje. Dus dank je wel.